Dankjewel. Dames en heren, dit is Jan Meerendorp uit Den Haag. Energie Komelo is een samenwerking tussen de verschillende ondernemersverenigingen en bedrijvenverenigingen binnen onze gemeente. Zoek nou eens iemand na de tijd niet op die je al kent, hè, die je al tegenkomt bij Heracles of bij businessclubs of bij een andere zakelijke bijeenkomst. Maar spreek eens iemand aan die je eigenlijk niet van gezicht kent. We hebben allemaal zo'n mooi stickertje gekregen op onze borst waarop staat wie je bent en wat voor bedrijf je vertegenwoordigt. Misschien is dat een mooi aanknopingspunt om elkaar eens aan te spreken. Doe dat vooral, want je weet nooit waar dat toe leidt. Ik ben op dit moment een boek aan het lezen. Dat gaat over de familie Bendien. En ik ben zeker dat een aantal onder u mensen nog kennen die in dat boek voorkomen. En dat boek is ook een bewijs van het feit dat Almelo een hele aparte, bijzondere en energieke Almelo heeft. Geloof ik dat het woord energiek is op Almelo wel van toepassing. Ik ben ook, ik moet me verontschuldigen voor de wijze waarop ik hier sta. U bent dressed for the occasion. Met stropdas of in ieder geval met Colbert. Dat is er in mijn geval niet zozeer bij ingeschoten, maar het kwam er even niet van. Maar ik ben hier toch, ik heb wel respect, maar dat blijkt misschien niet uit de kleding, maar ik heb het wel. Je zit in die hele hectiek van de dagelijkse sport en je zit in andere tijden in sport. Dat lijken mij een soort van twee werelden. In welke wereld zit je eigenlijk liefst? De luxe wereld van andere tijden sport, waarin je de tijd krijgt zonder de waan van de dag, maar waarin je de tijd krijgt om de dingen echt op de bodem uit te zoeken. Ja, dat is de droom van iedere journalist. Maar het is ook lekker om de waan van de dag te volgen en de adrenaline van de deadline van die. Ja, helemaal goed. Kan ik jullie vragen om jullie plaats weer terug te nemen? Ik ga op zoek naar. Asito Schoonmaakdienst. Een lichtje, maar dat zal zo vanzelf voorbij. Een mooi plekje vinden. Als ook de banner natuurlijk en de vlag die hopelijk vol trots aan de persmanweg opgehangen mag worden. Ja, dames en heren. Nog het laatste woord inderdaad aan de winnaar. In 100 jaar is er heel veel gebeurd. Er zijn grotere gebouwen gekomen, er zijn andere directeuren gekomen, nieuwe media erbij gekomen. Maar één ding is eigenlijk belangrijk gebleven en dat is het boek. Dat is nog steeds het belangrijkste deel van ons werk. We hebben een heel vol programma, dus ik wil heel graag verder gaan. En ik geef het woord aan Gert-Jan Zweep, onze directeur van nu. Goed. Dichter bij het gevoel Obama te zijn, zal ik in mijn leven verder niet komen. Ik wil u in ieder geval allemaal hartelijk welkom heten bij de opening van de feestweek. In de eerste plaats zijn wij natuurlijk bijzonder blij en trots met de stadspenning en de koninklijke erepenning. Waarvan ik het idee heb dat die zo dadelijk aan ons verleend gaan worden. Natuurlijk vonden wij wel diep in ons hart dat we die verdienden. Maar het is toch eervol om zo in een zonnetje gezet te worden. Dat overkomt je ook niet alle dagen. 100 jaar is een hele eerbiedwaardige leeftijd. Dat zou je zonder meer kunnen zeggen. Je wordt ook een beetje onbescheiden van, want je weet al welke cadeaus je gaat krijgen aan het eind van de toespraak. Eerbiedwaardig, dat is natuurlijk ook niet alleen de leeftijd, maar ook de voorziening die de bibliotheek is. Een bibliotheek is een eerbiedwaardig instituut. Een instituut ook dat met zijn tijd meegaat. En dat moet ook wel, omdat lezers, leners, gebruikers van die bibliotheek, bezoekers van die bibliotheek ook veranderen. Want je kunt hier al lang niet meer alleen boeken lenen, maar ook cd's, dvd's, games, het is net al even gezegd. Je kunt je hier laten scholen in digitale vaardigheden. Je kunt hier als het ware de sleutel vinden om deel te nemen aan de samenleving. Het is een grote eer om die koninklijke erepenning uit te mogen reiken. En ik vraag de heer Zweep naar voren te komen om die van mij in ontvangst te nemen.
listen to the music. En nog steeds welkom hier in Almelo natuurlijk. Bij de reunie van twee bands. Eentje van de jaren 60 en de andere is van de jaren 70 en 80. We gaan er een mooi feestje van maken vanavond. Tot een uur of één, geloof ik. This happened once before, when I come to your door. They said I want the time to love. For you, your wish is my command. I could move a mountain when your hand is in my hand. Allemaal bij de Poetry Slam World Cup. Heeft iedereen een beetje zin in? Yes. Mag ik iets voordragen aan jullie? Hebben jullie daar zin in? Zou je dat oké vinden? Ja. Oké. De langste weg begint met de eerste stap. Een nieuw begin, een nieuwe zin, een frisse start. Zet voortaan de regen in het zonnetje. Zie alleen nog het bijzondere in de meeste gevallen, maar blijf me nog steeds wel eens verwonderen hoe ik geprezen word door sommigen en vergeten door anderen. Barbecue en bingo wat de klok slaat. Na een paar dagen denk je, is er nog een speenvarken te slachten? De kleverige handen van François niet meer los te weken. Kijk ik om me heen dan, lijk ik soms een nietsnut die niets lukt en dan heeft ook niets nut. Zeg me hoe te kunnen varen als er constant kapers langs de kust zijn. Piraten langs de kustlijn. En mensen die al jaren onder druk zijn, nu al maanden op de vlucht zijn. Met regels en zegels en ze overal opplakken, zodat iedereen kan zeggen, dat is van mij. Gevoelens verzameld en opgeborgen. Zij trekt je verder van niemand wat aan. Maar na 2 jaar breekt die dag toch weer aan. Alles loopt anders dan gepland. En al een tijdje loopt ze met die vent. Binnenkort is zij mijn stiefpa. Een heel nieuw tijdperk breekt aan. Vertel me vooral.
stap voor stap. Ze komen tot leven, verbeelden we ons, wanneer de luiken van het kasteel van jouw moeder sluiten. We kijken elkaar aan en weten dat de lichaamswarmte ons zal samenbrengen. Heel goed, erg bedankt. En jullie allemaal, erg bedankt. Ja, en dan gewoon allemaal een heel, heel goed niveau. Echt geweldig. Ik heb ooit bijna alles stuk geblazen in een luchtvlaag. Zucht, maar nu zit ik met een kutvraag. Want als ik nu naar de lucht sta, zie ik de donkere lucht gaan. Maar kan ik de druk aan? En wij hadden een keuze gemaakt. Wij gaan mee met het publiek en wij kiezen voor Chelsea. Oh. Ik ga niet helemaal weg hier, maar dit is wel de laatste seizoen dat ik hier zelf mee organiseer. En deze mensen zullen het sowieso verder voordragen. Deze mensen moeten bedankt worden. Niet alleen voor de samenwerking, maar gewoon voor de oog aan talent. En volgend jaar maak het nog erger dan het is. Sterk! Dank jullie wel. Eigenlijk een soort domino-reeks, want de een verdrinkt de ander. En uiteindelijk zitten mensen thuis die ook willen werken, die ook van waarde willen. In ons verkiezingsprogramma staat dat we 100.000 banen gaan creëren bij de overheid, in de collectieve sector. En het zijn precies dit soort banen. Toezicht in de openbare ruimte. Helpen bij het verpleeghuis. Conciërges op scholen. Buitengewoon waardevolle functies. Plekken waar we vroeger melkertbanen voor hadden. Maar volgens mij zijn niet ten onrechte gepresenteerd als iets waar je maar even in zat. Het moet gewoon echte banen zijn, want het is echt goed werk. En er hoort dus ook een fatsoenlijke beloning bij. Maar ik heb de laatste keer op de PvdA gestemd. En voor 2 euro kon ik ook op u stemmen. Nou. En dat heb ik aangepakt. Alleen ik kreeg te horen dat ik 1200% meer moest betalen. Namelijk 24 euro voor het hele jaar. Ja. Maar ik denk dat u dat alleszins waard bent. Die manier van de coalitie vormen, daar hebben wij moeite mee. Ik heb niet gezegd, je hebt alles fout gedaan. Ik heb gezegd, we zullen daarvan moeten leren. En dat betekent dat je de volgende keer anders zou moeten doen. Alleen die banen, die worden nu uitgevoerd door vrijwilligers. Dus ik ben benieuwd hoe dat, of daar banen gecreëerd kunnen worden voor de mensen die dus wat lager geschoold zijn, zodat ze toch meer zekerheid hebben. Ik vind vrijwilligerswerk fantastisch. Ik ben diep onder de indruk van wat Nederlanders voor elkaar doen. Maar nee, die verdringing die toch op veel plekken is opgetreden, die is verkeerd. Die is echt verkeerd, want het zorgt voor eigenlijk een soort domino-reeks. Want de een verdrinkt de ander. En uiteindelijk zitten mensen thuis die ook willen werken, die ook van waarde willen. Maar het gaat mij aan het hart hoe onze toekomst eruit ziet. Ik wil niet in maart op de bank zitten te kijken hoe Wilders en Rutte het verdelen. Dan wil ik op zijn minst mezelf hebben aangeboden om een alternatief te zijn, om verandering voor te staan. Ja, ben ik. Gemeentehuis van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Dit gebouw is ruim een jaar oud, althans ruim een jaar in gebruik, moet ik zeggen. De gemeente zat in een ander pand verderop in de stad en later ook op een aantal andere locaties. En nu zitten we, althans met uitzondering van onze buitendienst, zitten we op één plek in dit mooie gebouw. En dat gebouw gaat u vandaag bekijken. U krijgt rondleidingen hier door dit gebouw. Een echte aanrader is de bovenste etage, de 19e verdieping.
Na de ontvangst door burgemeester en wethouders ging de ene groep het stadhuis in naar boven om de stad van bovenaf te bekijken. De andere groepen werden rondgeleid door gidsen, stadsgidsen van het Wevershuisje. Ze gingen door de stad en bezochten onder andere de doopsgezinde kerk en gingen rond het kasteel kijken. Om zich bij die groep aan te sluiten. Maar de Staten van Holland, die zijn overzeesbedrijven, dat willen we niet en de kerken willen dat niet. Dus ze werden zogenaamde schuilkerken. Aan die kant loopt een gangetje. Afgelopen zondag was hier Ter afsluiting gingen velen naar de Biep en ook velen waren uitgenodigd door verschillende horecaondernemers die consumptiebonnen ter beschikking hadden gesteld. De meest bijzondere ondernemer van Almelo. Wat doet dat met jou? Ja, dat is natuurlijk wel ontzettend leuk dat je uitgeroepen wordt tot, leukste ondernemer, beste ondernemer. Het is maar net wat je eraan geeft. Het is natuurlijk een hele eer. Het is hartstikke mooi. Je doet gewoon je best. En ja, je wil wat moois neerzetten met je winkels, met de gallery, met Joe Jansen. En het is wel heel mooi om te zien dat mensen dat ook zien. En dat je daar een onderscheiding voor krijgt. Nou, alles wat we doen, dat doen we natuurlijk met heel veel emotie, zeg ik altijd. Retail van vandaag de dag is niet meer wat het geweest is afgelopen 20 jaar. Als je dat nog 20 jaar gaat proberen vol te houden, dan zit je niet op de juiste koers. Dus wat we proberen te doen is eigenlijk onze ziel en zaligheid heel visueel te maken. Mensen zijn visueel ingesteld en dat hebben we geprobeerd met de realisatie van onze nieuwe winkel, de Gallery. Als je daar binnenkomt als consument, dat je een wow effect krijgt van dat wil ik eigenlijk ook wel thuis. Of dat vind ik mooi, dat je geïnspireerd wordt. En dat je het idee krijgt van hier ben ik welkom en dit is een gastvrij gebied en dat heet toevallig een winkel. En ja, daar vind ik het fijn om te zijn, weet je? Daar vind ik het leuk om naartoe te gaan.
En dat we ondertussen dan zeg maar wat kunnen verkopen. Dat is natuurlijk hartstikke mooi meegenomen. Daar doen we het allemaal voor. Dat we natuurlijk, hè, het moet wel bekostigd worden. En dat je daar met een team van medewerkers met hetzelfde enthousiasme mee aan het werk kan. Dat is natuurlijk fantastisch. Ik hoop dat heel veel Almeloze ondernemers je voorbeeld gaan volgen. Ja, natuurlijk. Weet je, dat is, ondernemers die gun je iedereen heel veel succes. Dat zit natuurlijk allemaal in de aard van jezelf. En succes, ja, dat, ja, wat is succes? Weet je, dat je iets doet, vind ik, waar je zelf heel erg blij van wordt. En waar je mensen blij van worden. En het allerbelangrijkste, waar de consument blij van wordt. Hè. Dus je probeert iets neer te zetten. En ja, dat sommige dingen lukken wel, sommige dingen lukken niet. Dat is ook ondernemerschap. Niet alles lukt. En als je dan toch een bepaalde snaar weet te raken bij de consument. En uiteindelijk wordt dat gewaardeerd door, ik zeg het, de omzet die je realiseert is eigenlijk je rapportcijfer. Ja, dan doe je wat goed. Oké, nou, met in ieder geval dat je uitgeroepen bent tot beste, of tenminste mooiste, leukste ondernemer. Dat is in ieder geval een stimulans die tot meer rijkt, lijkt me. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk dat je die erkenning dan toch extern te zien krijgt. En te horen krijgt. En de mensen die vandaag aanwezig zijn geweest om dat ook te bevestigen. Ja, dat is hartstikke leuk. En we gaan gewoon door met het werk waar we nu mee bezig zijn. En ja, we hopen dat dat zeker gewaardeerd wordt door de Almeloze consumenten. Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway.